Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een nieuwe aflevering van Super Mario. Nee, nu doe ik het gewoon expres. Nou, maakt het heel spannend. Nee, van Harry Potter Generations, waar ik het samenspeel met Rusty, de valspeler Ox. Oh, wauw, we maken het wel steeds spannender. Weet je, het goede is, ik kan of winnen, of ik kan verliezen door van iemand die vals speelt. Dus het is altijd goed. Oh, echt dat zo? Oké. Okay. Ja. Harry, stap van die bezem af. Harry, stap van die bezem af! Dankjewel. Oh, tuurlijk. En nou is die guy hier niet. God, wat een ellende. Vind je eigenlijk de persoon met wie je eigenlijk kan ruilen, is hij er niet? Nee, hij wil alleen met jou ruilen als hij er zin in heeft. Wat een ellende. Ik heb 5 dubbele kaarten of zo. Ja, wij moeten eigenlijk Marcel gaan helpen, maar ik heb zoiets van, ja, weet je, schijt aan Marcel. Ik ga eens mijn ingrediënten pakken voor toverdranken. Dat is wel slim. Ja, want dat is altijd weer zo'n dingetje wat je vergeet. Maar ja, ik ben benieuwd hoe boos Milan had worden. Zeer boos. Maar dat weten we van tevoren, dus dan is het minder erg. Nou, dat is Flipendo. Ik moet deze hebben. Incendio. Nou ja, ondertussen ga ik even lekker Hagrid's tuintje verder toveren. Wat hebben we hier nou weer dan? Oké. Okay. Ja, wacht maar tot je hem over de helft hebt, Milan. Dan wordt het echt interessant. Ja, het is nu wel kut. Ja, wacht maar tot je hem over de helft hebt. Dan gaat het nog kutter worden. Dan wordt het echt gewoon een drama. Nou, hoezo moet ik hem 700 keer raken voordat hij een keer dood is? We krijgen een aardbeving hier. Oké, okay, die hele aardbeving was tegen de boom. Makes sense. Waarom? Targeting. Goed zo. Nice. Oké, dit huis zag er vanuit buiten toch een stuk afgebroken uit dan van binnen. Ja, Harry, raap hem op, Harry. Dankjewel. Red. En red, jiggedei. Harry, je gaat niet dood door imps, hè, want dan hebben we echt een probleem. Oh, wauw, dat was toch een poort open te maken, oké. Okay. Eens even kijken. Oké, okay. Waarom kan je dan hier doorheen kruipen? Ah, dat gaat dan open. Ik herinner me echt veel moeilijker. Ja, nee, dat had ik dus ook. Ik herinner me ook echt dat die moeilijker was. Dus het ligt niet aan mij. Nee, dit keer niet. Gelukkig. Oh ja, ik word weer... Waarom word ik steeds opgesloten? Ik wil alleen een ingrediënt hebben voor toverdrankje, joh. Oh, ze zitten weer met smekjes te jatten, hè? Ja, dat doen die. Daar heb ik zo hard voor gewerkt om die te krijgen. Bitta's. Ja, echt vuile lafaards zijn het.
Jet. Goeie poging. Nou, Harry, ik wil zeggen, als je gas maakt wil, je loopt op het gas. Dus had anders gewoon even een gaspietje gepakt. Oh, nee. Oh, waarom moet dit voor een ingrediënt voor toverdranken? Wow. Dit. Je moet er nog een keer mee vechten. Hey, ik zie het, ja. Heb jij dat van Marcel nou eerst gedaan of ben je eerst toverdrank ingrediënten gaan halen? Ik ben eerst toverdrank ingrediënten gaan halen. Dan doe ik dat ook. Dan, dan kunnen we een beetje in de gaten houden wie er naar voor staat of niet. Kom snel naar de leerlingenkamer. Ja, zeg maar, dat heb ik ook puur om het feit dat ik het vergeten kan, dus. Nee, ik wil zeggen, Marcel kan wachten. Want ik weet toevallig al wat er aan de hand is, dus, maar het stelt niet zo heel veel voor. Is hij zijn pad kwijt toevallig? Nee, hij is geraakt door de spreuk waarvoor wij moeten oppassen. Als wij aan het rondsluipen zijn. Wow. Hij is geraakt door Loco Locomotis. Alleen degene die bij hem raakte was een heel andere persoon dan Prefect. Het Draco? Ja. Draco Malfidis? Jazeker, het was altijd weer diezelfde Draco Malfidis, hè. Nog zo'n vuile beta. Ja. Oh, wacht, ik moet eerst deze spreuk gebruiken. Die Fendo hij dan in de fiksteken. Hit. Oh, niet met Flipendo, met Incendio. Incendio. Zo, dat was in ieder geval dat. Echt, als je hem bijna dood hebt, dan gaat hij gewoon op rapid fire mode. Plant to bullet seed. Ja, zeg dat. Hij raakt mij gewoon twee krachten elkaar, deze vuile bitch. Bitter. Nee, niet Flipendo, Harry. Incendio. Heet. Incendio. Incendio. Nou. Ah, ze hing on the cake. Nee, niet weer met Flipendo. Ik gebruik iedere keer Flipendo. Ik moet Incendio hebben. Maar kan je dan twee ingrediënten aan deze kant halen? Nee, eentje, want eentje krijg je van Ron. Ah, nice. Ketelkoek. Tenminste, zover ik me herinner, krijg je er eentje van Ron. Een pompoentaartje. Milan, dan heb ik even een vraagje aan jou. Hoe ben jij naar Harit gegaan? Te voet of vliegend? Te voet. Oh, kan hij eindelijk vliegen? Gaat hij te voet? Te vermoeid. Oké, maar hoe doe ik dit dan? Magische poeder. Oh, oeps. Volgens mij heb ik hem opgeblazen. Yep, ik heb hem opgeblazen. Oh. Ha! Was er nog meer hier? Ja, ik heb de zaadjes. Auw. Kijk, want volgens mij kan je hier verder niks meer. Nee. Nee, ik zeg, volgens mij krijg je de laatste ronde of onderweg naar dat eenhoorn gebeuren. Pijn, die heb ik ook al dubbel. Jacob dubbel? Ja, Jacob dubbel, ja.
Nou, ik had helemaal enthousiast te zitten over Milan die raced, maar... Nee, het viel best mee deze keer. Maar ik heb al genoeg geraged bij dat de bibliotheek level, hè? Ja, oké, okay, fair enough, fair enough. Ik denk dat mijn raadjes op waren. Ja. Nee, ik wil zeggen, je hebt zo meteen drie van dat soort planten die uit de grond komen. Die moet je alle drie gewoon raken met een flipendo, dan kun je de zaadjes oprapen. Nice. En dan ben je klaar. En dan... Want het laatste krijg je bij het offeron of bij dat enorm gebeuren. Dus dan ga ik maar eventjes naar Marcel Flubbermans. Marcel Flubbermans, kabooming. Ja, zeker naar Marcel Flubbermans. Harry, doe gewoon sesam open nu. Hey Harry, wil jij ruilen? Nou, als ik zo'n persoon tegenkom, dan ga ik wel ergens ruilen, want... Dat litteken is altijd welkom. Och, weer zo'n beest. Ja, en nou heb je iets minder ruimte. Inderdaad. Hoe durft hij mijn ruimte te stelen? Let's fly away, Harry. Ja, en hoppatee. Nee. Iemand die wil ruilen hier? Ja, dat kan me toch niet boeien dat je mij beroemd vindt. Dan gaan we maar gewoon het kasteel in. Niemand die... Oké, okay, waarom is iedereen ineens zo bevroren als het maar zijn kan? Het is kerst. Nou, dan vriezen ze wel heel erg snel. Ik wil zeggen, maar buiten lijkt het gewoon zo'n hartje zomer. Ik wil zeggen, in de game lijkt het gewoon hartje zomer. Ja. Kom joh, dan gaan we naar Marcel, meneertje. Ik loop gewoon op mijn dode gemak. Maar ja, ik wil zeggen, volgens mij duurt de game er ook niet echt lang meer, omdat we alle spreuken hebben. Eerlijk, ik vind dit zelfs best een leuke boss. Kan iemand even een dokter bellen voor die jongen, want het... Ja, maar het is best wel skill-based, maar het loopt gewoon lekker, zeg maar. Ja, dat kan natuurlijk. Wat is hier aan de hand ineens? Waarom moet iedereen ineens hier zijn? Wat is hier zo belangrijk? Oh, de dikke dame is weg. Is het deel 3? Oh, ze verstopt zich gewoon. Wat een natte persoon. Ze had zich verstopt achter het tapijt. Kiekebooing. Ja, maar wat was er nou met Marcel dan? Ja, ik wil graag ruilen met jou. Nee, dat wil je helemaal niet. Zeg, ik wil graag kaart ruilen met mensen, want ik heb er te veel. Defendo! 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 Oef. Oh, ik heb nu ook Salazar's Wallerich. Flipendo! Flipendo! Heb ik die 3 gehad, ja? Damn. Flipendo! Oh, even eentje passen terug. Nee, want deze jongen wil graag een littekentje erbij. Heb ik die 5? Wat? Nee, ik zat hier gewoon te babbelen met een vrouw. Ik denk, kijk eens even hoeveel ik er van die heb, maar ik heb er van die 5. Heb je deze 2 ook gezien, deze 2 kisten? Ja, zeker. Jammer. Ja, had hij toch even anders gehoopt, hè? Is er geen manier hoe ik sneller van die pagina's kan wisselen? Want dit duurt me toch een partij lang, joh. Oh, kijk, ik heb kaart nummer 100. Ik ben klaar, we kunnen door. Mm-hmm.
Ik heb Harry's eigen tovenaarskaart. Lekker man. Een tovenaarskaart. Hoe zeg je, die zaadjes heb je opgepakt? Ja. Ja, top, dan kun je terug naar het kasteel. Ja, la la la, ja la la la. Ja. Ik ben benieuwd of zo meteen bij jou mensen opbevoren zijn, anders komt het puur omdat ik heb lopen vliegen. Waarschijnlijk. Nou, kom op. Ik moet er nog een paar, heb ik er nog? Of was dat hem? Oké, we moeten alleen deze nog. Nummertje 10. Hoppa, derde litteken. Wauw, dat je zo winnen. Ja, zie je, Master schakt de local locomotives. Oh. Ja, weet je waarom hij in mijn arsenal geraakt met die spreuk? Ja, hij wou iemand hebben om te oefenen. Oh, nou, je hebt stiekem lopen lezen, oké. Okay. Ik denk wat dan. Hé, hey, kijk, ik krijg nog iemand. Een kaart! Kijk dan, er vliegt iemand bij mij op het scherm. Wat? Ik zie het, ja, als je een beetje omhoog, ja. Ja. Maar echt gewoon in de lucht, hè, wacht. Ik ga laten zien. Kijk! What the hell? he believes he can fly. Ja. Yeah. Nou, ik heb ook de kaart van Perky binnen. Dat is mooi. Nee, die krijg je van Marcel. Oh, ik zou het toch wel vinden als ik nou ineens litteken 4 binnen heb. Dat zou toch wat zijn. Zo, gewoon 155 puntjes. Nice. Nothing on the cake. Ja, zeker. Krijg ik nou toevallig mijn derde litteken ook weer terug? Of in ieder geval weer bijglijden? Want ik heb er eentje die leeg is. Nee, dat gaat niet gebeuren. Wachtwoord. Zo jammer weer. Kapot draconisch. Goed gedaan, Grifondortje. Dat is het. Nou, het is weer nacht. Wat gaan we doen? De draak van Hagrid verplaatsen? Of? De draak van Hagrid? Ja, nee, dat kan natuurlijk altijd. Oh, ik denk dat we nou het eenhoorn gebeuren gaan doen. Oh. Ja, zie je, het laatste ingrediënt krijgen we van Hagrid. Wow. Hij zei dat hij iemand zocht om op te oefenen. Je bent 12 Malfidussen waard. De Sorterot heeft jou toch bij Gryffindor ingedeeld? En waar zit Malfidus? Bij dat smerige zwadderig. Bedankt, Harry. Oh, ik denk dat ik maar eens naar bed ga. Wil jij deze kaart? Ja, we moeten nou... toch? Ik heb Flamel gevonden. Luister. Professor, ja, ik mag weer naar Hagrid. Het verslaan van de duistere magier. Harige Ingrid. Ja, ik mag weer naar harige Ingrid. Nice. Oh, wacht. Ho, loopt een prefect hier. Met zijn partner Nicolas. Wat? Kippiekapje. Oké, maar dan weet ik dan ook weer. Dan loopt hier gewoon prefects rond. Ja. Binnen een halve minuut, of iets meer dan een halve minuut, dan is de... aflevering beëindigd. Dan moet je ook weer gewoon stilstaan waar je staat, Rusty. Ja. Als je dat maar even door hebt. Ja, dit komt goed, joh. Ik wil zeggen, ik blijf hier stilstaan, want aan de andere deur zit meteen de prefect, dus... Ah, je bent zo'n smarty pantsing. Ja, zeker. Ik heb een controller op mijn bureau neergelegd. Mijn handen zijn er vanaf, dus... Lekker bezig, ging.
En het is tijd. De hoogste tijd. Dat klopt. Het is inderdaad tijd. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Voor dit een leuke aflevering doen, heb je wel gezien. Je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.